Wat we hier zien is het grootste zonnegeluidsscherm van de wereld. Met daarin tweezijdige zonnecellen geïntegreerd. En dat gaat voor 40 tot 60 huishoudens energie opwekken. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat die inwoner dus op die manier wel betrokken raakt bij de projecten. En hetzelfde doen we bij het zonnepark. Dus dat ook daar de Udense inwoners energie kunnen betrekken, stroom kunnen betrekken van dat zonnepark. En dat is hier ook het geval. De stroom die opgewekt wordt bij de Solar Highway gaat direct naar de bewoners toe. Als het straks klaar is, dit stuk van de geluidswering / zonnepanelen, dan kunnen we toch 40 tot 60 huishoudens weer voorzien van elektriciteit. Ik denk echt dat we daarmee burgers enthousiast kunnen maken. En dat zij uiteindelijk, gaat dat in een stroomversnelling komen, dat er meer en meer zonnepanelen op daken zullen komen. Als dit project succesvol is op het gebied van energievoorziening, dan smaakt dat wat betreft de gemeente Uden zeker naar meer. En zal het niet aan de gemeente liggen om hier ook vervolgstappen te gaan zetten. De Rijkswaterstaat moet op heel veel plaatsen geluidsschermen plaatsen. Dat hoort bij de aanleg van wegen. Dat is ook een mooie wet op de geluidshinder. En het idee is om het mooi te combineren, een geluidsscherm met zonne-energie. Dat heeft gewoon een groot aantal voordelen. Ja, een geluidsscherm die heeft gewoon heel weinig ruimtelijke impact. En kan dus hartstikke goed gebruikt worden om ook energie mee op te wekken. En zo'n highway is bedoeld om dat te laten zien dat dat heel goed mogelijk is. Omdat zonne-energie kan je overal opwekken. En je wil juist de stroom opwekken daar waar we de stroom nodig hebben. Dus juist in gebouwen en in infrastructuur. En ik denk dat we in Nederland in gebouwen en infrastructuur wel de helft van de zonne-energie die we nodig hebben in Nederland kunnen opwekken. Als we het over infrastructuur hebben, dan hebben we het dus over wegen, spoorwegen, dijken en dergelijke. En ik denk dat puur die infrastructuur wel, laten we zeggen, 15% van de Nederlandse zonne-energie kan herbergen. Dus dan heb je toch al gauw over 30 gigawatt in 2050. Dus dat is gewoon een enorme hoeveelheid. Het is daarvoor dus ook heel belangrijk dat de grote infrastructuurbeheerders in Nederland, Rijkswaterstaat, ProRail, dat die in dit traject nauw samenwerken met de kennisinstellingen in Nederland, zoals TNO en SEAC. Het nieuwe is dat er in een geluidsscherm, een modulair geluidsscherm, zonnepanelen zijn geïntegreerd. De basis van het product zijn eigenlijk glasplaten. Die worden gesmolten bij ons vlootoven in Oost-Duitsland. Die platen komen de afmeting van 6 meter bij 3 meter naar ons in Venlo. Daar hebben we die platen op maat gesneden. We hebben dat glas gehard. Dat is een thermische behandeling, maar gewoon sterker wordt. Daarna hebben we de panelen hier gelamineerd. Ik wil zeggen, ik heb een glasplaat. Daar komt folie op. Daar leg ik mijn cellen op. Die heb ik verbonden met elkaar. Daar komt de andere plaat met folie nog een keer op. En die gaat vervolgens de laminator in. Dan krijg ik één sterk geheel. Volledig transparant. In het geval van breuk blijft het aan elkaar hangen. Daar ga ik vervolgens nog contacten op aanbrengen. Zogenaamde junction boxen. En die worden weer aangesloten straks in het element op de hele elektrische installatie. Met een team van specialisten zorgen we ervoor dat het product ontwikkeld wordt en dat we het systeem implementeren en dat we ook nieuwe projecten opzetten. Wat dit zonnegeluidsscherm anders maakt dan eerdere projecten waarbij zonne-energie en geluidsschermen werden gecombineerd, is dat de zonnecellen echt een integreel onderdeel zijn van het geluidsscherm. Dus de zonnepanelen zijn de geluidswerende constructie. En wat ook betekent dat ze niet gestolen kunnen worden. Dat ze vrij vandalismeproof zijn. Het zijn dikke modules. En door dat echt samen te voegen, proberen we vandalisme voor te zijn. Wat we hier zien is het grootste zonnegeluidsscherm van de wereld. Met daarin tweezijdige zonnecellen geïntegreerd. Voor Heijmans is dit ook een belangrijk project. Omdat je daarmee leert hoe je eigenlijk dit object als een zonne-energiesysteem kunt exploiteren straks. Alle duurzame energiebronnen hebben veel ruimte nodig. Daarom is het belangrijk om functionaliteiten samen te brengen. En dat kan, nou ja, dit is daar een heel mooi voorbeeld van, waarbij geluidswering en zonne-energieopwekking samen worden gevoegd. Het is een belangrijke stap naar verdere
uitrol van zonnegeluidsschermen? Ja, een voorbeeldproject hoopt natuurlijk altijd op navolging. En ik denk dat in dit geval dat ook zeker gaat komen. Ik denk dat we in de komende jaren nog heel erg veel kilometers aan zonnegeluidsschermen gaan zien in Nederland. En waarschijnlijk ook in de rest van Europa.